Maar uh, ik weet niet precies waar het uh, voor staat. Toch? Net niet? Oké, okay, dan verrassen jullie me. Ja, ik dacht dat het uh, een of andere fancy afkorting uh, was. Uh, maar... Klopt, uh, uh, Oké, okay. en... And... Enkel probleem. Uh, learn, dat is waar dat we hier uh, voor zijn, denk ik, om iets bij te leren. Uh, en daar ga ik mijn best voor doen. Uh, wie ben ik? Uh, mijn naam is Pieter Verstraat. Ik ben werkzaam als uh, docent historische pedagogiek aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Uh, dat is een universiteit, niet zo ah. van Brussel. Misschien zijn sommigen onder jullie daaraan geweest. En ik uh, herken toch sowieso al een aantal uh, gezichten. Uh, mijn uh, onderzoeksexpertise uh, uh, betreft de geschiedenis van het onderwijs aan kinderen, uh, volwassenen met een uh, beperking, met een handicap. Uh, mijn doctoraat ging over de geschiedenis van het onderwijs aan kinderen met een mentale beperking tussen uh, 1750 en 1870. Uh, en daarnaast probeer ik uh, mijn wetenschappelijke inzichten ook wel te vertalen naar. Initiatieven waarmee ik een zo groot mogelijk publiek probeer uh, te bereiken. Uh, en heel concreet uh, wil ik aanstippen dat we in Leuven een jaarlijks Disability Film Festival uh, organiseren. Dat is in de tweede week van mei. Waar we om en bij de 15 activiteiten organiseren, om ja, mensen zich bewust te laten worden van de manier waarop dat ze kijken naar uh, personen met een uh, beperking. En daar presenteren we, uh, programmeren we niet alleen uh, hedendaagse films, uh, heel recente films, uh, waarin dan mensen met een beperking de hoofdrol spelen, uh, maar ook historische uh, films. Dus vandaar ook uh, nog de link met uh, uh, historische pedagogiek. Vandaag ga ik jullie uh, inleiden in een heel ander domein, waar ik denk een klein beetje expertise over opgebouwd te hebben gedurende de voorbije uh, jaren. En dat is de geschiedenis uh, van stilte en geluid vanuit uh, een pedagogisch uh, perspectief. Um, dat is iets uh, waar dat ik me nu inmiddels al een achttal jaar uh, mee bezig hou. Uh, En dus, zoals dat jullie kunnen zien hier op de slide, uh, wil ik jullie uh, meenemen op een uh, akoestische reis uh, doorheen... Uh, de geschiedenis van opvoeding, onderwijs uh, en vorming. Uh, de structuur van de lezing uh, die is hoogstwaarschijnlijk veel te ambitieus. Uh, <laughs> uh, ik ga denk ik veel te veel willen zeggen, maar we zullen zien waar dat we geraken. Ik had begrepen dat wij om en bij de een half uur de tijd hadden voor de presentatie zelf. En daarna uh, nog een half uurtje voor uh, mogelijke vragen. Maar... Ja, Steek ook jullie hand op als er iets niet duidelijk is of zo. Uh, en ik ga omgekeerd ook uh, me niet inhouden om wat over de tijd te gaan, maar uh, onderbreek me dan uh, zeker en vast. Uh, wat ga ik doen? In eerste instantie wil ik jullie uh, wat uh, uh, duiden uh, hoe dat de historische pedagogiek geëvolueerd is uh, door de 20e eeuw. Uh, dan wil ik inzoomen op een aantal bestaande geschiedenissen uh, van uh, geluid en stilte in het algemeen. En ook uh, een aantal geschiedenissen met betrekking tot uh, geluid en stilte op het vlak van opvoeding en onderwijs in het bijzonder. Uh, en als derde stukje heb ik. Um, uh, een aantal zaken voorzien uh, die, die moeten duidelijk maken van waarom dat ik nu eigenlijk net geïnteresseerd ben in die geschiedenis van opvoeding uh, en onderwijs te gaan bekijken vanuit uh, een akoestisch perspectief en dan tot slot uh, wil ik een specifieke case study met jullie bekijken uh, en die gaat over het werk van Maria Montessori uh, en de wijze waarop dat zij uh, en zo heb ik het in mijn recente boek ook verwoord uh, stilte heeft heruitgevonden aan het begin uh, van de 20e eeuw dat is een beetje wat ik voor ogen heb. Ik hoop dat dat voor jullie oké okay is. Uh, ja? Oké, okay, heel goed. Dan zullen we starten met uh, wat te duiden op welke manier dat de geschiedenis van opvoeding en onderwijs geëvolueerd is doorheen de 20 twintigste eeuw. Want dat is toch wel belangrijk, ook om goed te begrijpen van waarom dat ik nu zelf aan die specifieke thematiek uh, een aantal jaren van mijn tijd heb uh, uh, gespendeerd en er ook een, uh, een boek over heb geschreven. Ik denk dat het goed is om te weten dat die historische pedagogiek ja, ontstaan is aan het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van eh, wat wij eh, in eh, Vlaanderen in ieder geval de normale scholen noemen, maar wat jullie eh, in Nederland denk ik de Kweekscholen eh, noemen. Eh, dus de plekken waar dat toekomstige leerkrachten worden opgeleid. Ja, in Vlaanderen ontstaan die eh, aan het einde van de 19e eeuw, in Nederland ook ongeveer rond die periode. En die uh, normale scholen die steunden eigenlijk op twee uh, poten. Enerzijds uh, de wijsgerige pedagogiek en anderzijds de historische pedagogiek. Dat was het curriculum. Uh, waaruit uh, dat, de, dat de lessen bestonden die toekomstige uh, onderwijzers uh, dienden te volgen. En de aandacht voor geschiedenis uh, van opvoeding en onderwijs in die periode die was echt bedoeld om toekomstige leerkrachten te wapenen. Hè, om uh, goed in staat te zijn uh, de ja, obstakels en de moeilijkheden die ze zouden tegenkomen in de dagdagelijkse klaspraktijk, om die goed uh, uh, aan te kunnen. En dus uh, ging men te werken bijvoorbeeld van John Locke, uh, van Jean-Jacques Rousseau, maar ook van uh, uh, Desiderius Erasmus, presenteren uh, aan de toekomstige leerkrachten met het idee van: oké, okay, hier gaan we heel duidelijke lessen uit kunnen trekken. We gaan een aantal richtlijnen kunnen vinden van hoe we vandaag de dag ook nog in het onderwijs moeten staan, opdat op het einde van de rit dat onderwijs al succesvol kan ervaren worden, zowel door de leerkrachten als door de kinderen. Dus een enorme ja, instrumentele benadering van de geschiedenis, waarbij dat de geschiedenis als belangrijkste doel gaat om dagelijkse problemen effectief op te lossen en daar ook een oplossing voor te bieden. In de loop van de 20e eeuw, maar ja, dat moet ik jullie denk ik niet, uh, niet meer duidelijk maken, zijn er veel kritische theorieën ontstaan. Hè, in in uh, de jaren 40-50 waren dat neo-Marxistische uh, uh, theorieën, hè, waarbij men zei van: ja, de wijze waarop dat onderwijs zich ontwikkeld heeft uh, in het Westen, dat kunnen we niet gaan representeren als een soort van vooruitgangsidee. Het is niet zo dat wij vandaag de dag alles beter doen dan vroeger. In tegendeel. Er zijn een aantal dingen die door de geschiedenis van opvoeding en onderwijs ja, heel vaak mis zijn gelopen en nog steeds mislopen. Denk aan de reproductie van ongelijkheid, de, de klassen, scheidingen die blijven bestaan in het onderwijs doordat de, de burgerij macht geeft over de school en die school als instituut gebruikt om de arbeiders blijvend te onderdrukken. Die kritische sociale theorieën die zijn zeker en vast gebruikt geweest door een aantal historisch pedagogen om een ander licht te gaan werpen op de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. En zij deden dat ook met het idee van, ja, dit is slechte geschiedschrijving, maar wij hebben eigenlijk wel een juiste en de beste geschiedschrijving. Dus er is nog altijd een soort van gelijkenis tussen hoe historische pedagogiek werd bedreven aan het einde van de 19e eeuw en in het midden van de 20e eeuw. Namelijk, het idee dat er zoiets bestaat als de juiste, meest aangewezen geschiedschrijving. En net op dat punt, denk ik, zijn de revoluties die zich gemanifesteerd hebben in de tweede helft van de 20e eeuw, die afstand hebben genomen van die specifieke kijk. Dan heb ik het voornamelijk over een aantal posthumanistische en poststructuralistische theorieën die hebben aangewezen van kijk, wij moeten voornamelijk inzetten in het deconstrueren van bepaalde ideeën. Niet zozeer nieuwe ideeën als de juiste gaan presenteren, maar laten we eens de tijd nemen om een aantal tendensen in het onderwijs vanuit historisch perspectief kritisch te gaan belichten. En dan gaan we wel zien waar dat we uitkomen. We willen eigenlijk ruimte maken om discussie op te starten over een aantal topics, over een aantal thematieken. En dan kunnen we samen in onderling overleg tussen academici en mensen die effectief in de praktijk aan het werk zijn, op zoek gaan naar, ja, wat willen we nu verder realiseren, zonder dat dat andere als het juiste wordt gepresenteerd. En dan heb ik hier ja, op deze slide nog een aantal karakteristieken opgeleist van die wat we noemen de nieuwe culturele geschiedenissen hè, van opvoeding en onderwijs. Ik denk niet dat het echt veel zin heeft uh, om, vandaag de dag, ja, uh, om vandaag daar echt diep op in te gaan, maar misschien een aantal uh, eruit lichten hè, wanneer dat we spreken over het, uh, het um uh, weghalen van het menselijke subject uit het midden van de geschiedenis, oh, of in het Engels, uh, the decentering of the human subject. Ja, de idee die erachter zit is: lange tijd werd de mens gezien als de motor van de uh, tijd, uh, de motor van de geschiedenis. Alles wat gebeurde was eigenlijk het resultaat van autonome beslissingen die mensen uh, namen. Eventueel een onderling overleg met anderen. Maar die poststructuralistische theorieën die hebben ook wel aangewezen dat wie iemand is, dat dat niet enkel het resultaat is van autonome beslissingen die die persoon neemt. Maar dat dat eigenlijk de resultante is van een heleboel historische ontwikkelingen. op verschillende domeinen die maken dat wij op dat moment op een bepaalde manier gaan denken en handelen. En dat is wat hierachter zit. En dus die historische pedagogen die gaan meer en meer inzetten op. Ja, hoe uh, draagt de school en hoe dragen andere pedagogische initiatieven ook wel bij uh, in het ontstaan van die, wat we dan kunnen noemen, uh, die subjectiviteit? Uh, hoe maakt uh, het onderwijs, het curriculum, uh, uh, de mens in zekere zin? Uh, op welke manier worden die kinderen uh, uh, getransformeerd tot specifieke volwassenen die een bepaalde plek in een maatschappij kunnen uh, en ook willen uh, innemen? Het tweede element dat ik hier eventjes wil uitlichten, eh, is, is het voorlaatste: eh, het luisteren naar vergeten of uh, ja, uh, verwaarloosde stemmen. Ja, dat heeft alles te maken met een soort van zelfkritiek, eh, die historische pedagogen aan de dag hebben gelegd in de tweede helft van de 20e eeuw, waarbij dat ze zeiden dat ja, onze geschiedenissen die wij schrijven, dat zijn ook in zekere zin politieke. Uh, uh, fenomenen, uh, met andere woorden, die hebben ook een enorme impact op hoe anderen, onze lezers, gaan kijken naar de wereld. Uh, bijvoorbeeld, de afwezigheid van vrouwen in uh, de historische pedagogiek, lange tijd, dat representeerde in zekere zin de onderdrukking van de vrouw in de maatschappij als dusdanig. Uh, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld dat we kunnen geven, uh, dat heeft te maken met mensen met een handicap. Ja, die waren lange tijd. Gewoon afwezig in de geschiedenissen die historische pedagogen te boek stelden. En dus door aandacht te besteden aan die vergeten, die verwaarloosde stemmen, probeert men eigenlijk ook te streven naar een andere maatschappij in de nabije toekomst. En dat heeft dan eigenlijk te maken met dat laatste puntje. Als we vandaag de dag aan historische pedagogiek doen, dan zijn we natuurlijk geïnteresseerd in het verleden. Maar we doen dat met het oog op een kritische analyse van het heden en het mogelijk maken. Uh, van wat hier staat, naar nieuwe, nieuwe toekomst, die nieuwe culturele geschiedenis van opvoeding en onderwijs uh, die, uh, is dus het resultante van een soort theoretische evolutie. Er zijn andere doelstellingen die worden gesteld. En heel belangrijk, een historisch pedagoog uh, is een soort van ambachtsman, uh, dus die maakt gebruik van bronnenmateriaal. En ook dat bronnenmateriaal is eigenlijk door de tijd uh, geëvolueerd. Uh, daar waar eh, voornamelijk aan het einde van de negentiende eeuw de belangrijke werken van gekende pedagogen werden gebruikt. Eh, denk aan de boeken van Erasmus, denk aan de Emile van Rousseau eh, of eh, de, de Montessori-methode van Montessori. Eh, daar zijn in de twintigste eeuw eh, stemmen die, die opgegaan zijn, die zeiden van, ja maar we moeten eigenlijk het materiaal waarvan we initieel geneigd waren om dat weg te gooien, dat moeten we ook betrekken in onze analyses. Eh, want net daar gaan we die vergeten stemmen terugvinden. Die gaan we niet terugvinden in het boek van Emil. Die gaan we niet terugvinden in het werk van Erasmus. Die moeten we gaan zoeken in de archieven. En niet alleen in het materiaal dat daar gevonden kan worden, maar ook eigenlijk in de stiltes die we daar kunnen beluisteren. Met andere woorden, de keuzes die archivarissen hebben gemaakt in de tijd, die hebben een impact op hoe het archief tot stand komt. En die specifieke stiltes die zijn ook wel heel betekenisvol voor historisch pedagoog om mee te nemen om op een andere manier te gaan kijken naar. Uh, naar, het verlegen, naar het verleden. Ik denk dat dat ook een belangrijk element is. En daaraan gelinkt uh, is die nieuwe culturele geschiedenis van opvoeding en onderwijs ook meer en meer uh, geïnteresseerd geraakt in, in wat vreemdere thema's. Uh, het hangt niet meer allemaal te maken met uh, de politieke ontwikkeling, uh, de ontstaan van de leerplicht uh, hier in Nederland 1901, in België uh, 1914. Uh, maar... Ja, de, de, de kleinere evoluties, bewegingen uh, die zich uh, manifesteren ja, in de tijd, die werden eigenlijk belangrijker, omdat men zei... Daar kunnen we net ons kritisch potentieel het best gaan realiseren. En een van de dingen die men ook uh, is gaan voorstellen, is... Ja, misschien moeten we ook wel een keer gaan nadenken over hoe onze zintuigen uh, um, onderwezen worden. In, in, zowel in de figuurlijke als in de letterlijke betekenis eh, van het woord. Lange tijd ging men ervan uit dat de wijze waarop wij zien, de wijze waarop wij horen, uh, ruiken, smaken, eh, noem maar op, eh, we hebben er vijf zintuigen, dat dat iets was dat enkel ja, bepaald werd door onze biologie. Want dat is natuurlijk niet zo. Eh, onze zintuigelijke ervaringen, onze zintuigelijke eh, sensor, sensoriële apparaat, eh, dat is ook iets eh, waar wij betekenissen aan gaan toekennen. Eh, bepaalde dingen mogen we niet betasten, andere moeten we net wel betasten. Eh, denk aan een de museale context met bordjes. Please do not touch. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Eh, maar ook het, het, uh, het aandachtig kijken, eigenlijk. Uh, ja, je hebt natuurlijk het kijken dat puur biologisch is, eh, maar in de loop van... Uh, ons lager en, en middelbaar onderwijs, leren wij ook op een heel specifieke manier kijken. Dat wil zeggen, we leren aandachtig zijn voor bepaalde dingen en niet meer aandachtig zijn voor anderen. En dus is dus die ja, culturele gecontextualiseerdheid uh, van ons zintuigelijk ervaren van de wereld, uh, waar historisch pedagogen in de loop van uh, de jaren 80, 90 uh, uh, en in het begin van de 21ste eeuw ook enorm in geïnteresseerd zijn geraakt om een keer onder. Uh, 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 een, een kritisch uh, voetlicht te gaan plaatsen en te gaan analyseren. Uh, en ik denk dat je daar ook wat we dan noemen, maar je hebt er gigantisch veel natuurlijk, uh, de visual turn, uh, de visuele wende in moeten plaatsen. Die is zeker niet alleen uh, zichtbaar binnen de historische pedagogiek, je hebt hier nog in veel andere disciplines. En maar binnen de historische pedagogiek uh, heeft het te maken met uh, die idee dat als wij van uh, visueel materiaal gebruik gaan maken, uh, en dan kan je denken aan een schilderij, maar dan kan je ook denken aan een foto uh, of een bewegend beeld, uh, een stukje documentaire uh, die in het begin van de 20e eeuw gemaakt is, bijvoorbeeld. Ja, dat is geen exacte kopie van de werkelijkheid. Uh, daar worden dingen uit weggesneden, soms worden er ook dingen aan toegevoegd. Als je die in een bepaalde uh, compositie presenteert uh, op een ja, dan krijgt dat allemaal een heel specifieke betekenis. Uh, en dus de. Uh, Visuele Wende, dat is uh, ja, een, 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 een amalgam van auteurs en publicaties, die net daarop eigenlijk gaan toespitsen. Hoe kunnen we op een kritische manier datgene wat we kunnen zien ook integreren in onze geschiedschrijving? Ik denk dat die visuele wende enorm veel betekend heeft voor de historische pedagogiek. Maar zoals met alles uh, is dat na verloop van tijd wat verzand in, in een te enge kijk op foto's en, en filmmateriaal. En is men, naar mijn aanvoelen, iets heel belangrijks vergeten. En dat is hè, dat we niet alleen kunnen kijken naar de geschiedenis, hè, naar foto's of bewegende beelden, maar we kunnen eigenlijk ook luisteren naar datgene. Wat er zich ooit op akoestisch niveau heeft voorgedaan in de geschiedenis. En dus ja, wat ik heb proberen te doen sinds een aantal jaren, ik niet alleen, ook heel wat andere collega's, is wat tegengewicht bieden aan die dominante kijk op de geschiedenis vanuit het visuele. En we hebben gezegd van ja, wij moeten misschien ook aandacht hebben voor datgene wat men kan horen. In het verleden. En daar moeten we al onmiddellijk een methodologische kanttekening bij maken, want ja, letterlijke opnames bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang. Hè. Uh, maar zelfs voordat die opnames ter beschikking waren voor onderzoekers, hè, voordat men effectief uh, erin slaagde om geluiden te capteren, en nadien opnieuw af te spelen, is het mogelijk om aan akoestische geschiedschrijving te doen, omdat je kan kijken naar de wijze waarop dat hè, bepaalde akoestische fenomenen hè, schriftelijk dan gerepresenteerd werden. Nou, in veel boeken hè, uit de 14e, de 16e, 17e eeuw hè, wordt er gereflecteerd over ja, hoe klonk de klas. Hè, of wordt er iets gezegd over de wijze waarop dat de leerkracht zich verhield hè, tot de leren. En dan heeft men het over hè, de... de, de, de de kreten van pijn bijvoorbeeld van leerlingen, als ze weer een bandoering kregen, of het schreeuwen van uh, de leerkracht. Uh, in het boek van Erasmus klinkt het als uh, de leerkracht schreeuwt, zoals een gekeeld uh, zwijn. Dus je kunt dat natuurlijk niet horen, maar dat staat daar wel zo geschreven. En dus als historicus kun je daar eigenlijk heel veel uh, mee, mee aanvangen. Uh, en daar zijn ook ja, een aantal. Uh, gekende historische pedagogen die dat effectief gedaan hebben. Ik heb uh, één voorbeeld uh, van voor jullie hier op de slide uh, geïntegreerd. Dan heb ik het over het werk van Cathy Burke. Uh, Catherine Burke, ik weet niet of dat jullie al ooit van haar gehoord hebben. Dus ja. Uh, mijn idool, in zekere zin. Uh, iedereen heeft dat wel ergens, iemand waar dat je naartoe opkijkt, binnen uh, de academie, en bij mij is dat Cathy Burke. En dus een van die schitterende teksten die zij geschreven heeft, is uh, Quiet Stories of Educational Design, waar zij heeft aangetoond dat uh, de, de, de aandacht voor stille ruimtes in de school of in de klas uh, in Groot-Brittannië echt heel specifiek gelinkt kan worden aan die idee dat men uh, uh, op een andere manier onderwijs uh, en opvoeding uh, moest vormgeven. Uh, men kwam eigenlijk vanuit die totalitaire periode, uh, de jaren 30, 40, die de excessen uh, hadden getoond van totalitaire opvoedingsregimes, uh, en men ging ervan uit dat eigenlijk het uh, het feit dat kinderen zich niet konden onttrekken aan de stem of in die bewoordingen van toen het lawaai van de leerkracht, dat dat eigenlijk een van de redenen was waardoor dat de Tweede Wereldoorlog is kunnen ontstaan. Dus de, de totalitaire subjectiviteiten die ontstonden binnen die specifieke geluidscontexten van de school en van de klas, die droegen bij aan het ontstaan van die totalitaire identiteit die tijdstructuur bij, bij mensen. En dus om daar een tegenwicht aan te bieden, eh, zeiden architecten en pedagogen na afloop van die Tweede Wereldoorlog, ja, als wij scholen gaan bouwen, als wij aandacht hebben voor de interieurvormgeving van een klas, dan moeten wij zorgen dat kinderen in staat zijn om zich eventjes terug te trekken uit eh, de, de geluids- of de lawaaiscontext eh, die, die onderwijs en opvoeding eigenlijk altijd is. Met andere woorden, zij moesten tijd gegund worden om te reflecteren over wat door de leerkracht aan hen was aangeleerd. En dat was belangrijk om te gaan naar geen totalitaire identiteitsstructuren bij mensen, maar democratische identiteitsstructuren. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld waarmee je kan illustreren dat geluid en stilte absoluut ook een soort van politieke connotatie hebben. Daar gaan wij op een specifieke manier naar kijken. Mensen benaderen dat op een instrumentele manier. En dus, ja, als wij nadenken over die akoestische ruimtes van school en opvoeding, ja, dan moet je die specifieke wereldbeelden die daarachter zitten ook in rekening nemen. En dat leidt er eigenlijk toe, of, of de basisidee die daarachter zit, is: geluiden en stilte kun je op twee manieren eigenlijk gaan bestuderen. Je hebt dan aan de ene kant een positief. Objectiverende benadering van stilte en geluid. En dat kun je symboliseren door dat gele bakje vaak, de decibelmeter. En dat ga je dan in kaart brengen. Je gaat dat op een objectieve manier gaan mappen. Een school beantwoordt dan al een specifiek aantal decibels. Maar daarnaast kunt je en moet je absoluut ook rekening houden. Met uh, specifieke betekenissen die worden toegekend uh, aan geluid. Uh, geluid en stilte is iets heel relatiefs. ook. Uh, het bestaat ook maar in interactie tussen mensen. Uh, wanneer dat wij spreken met elkaar, gaan wij op een bepaalde manier ons verhouden uh, tot geluiden en stiltes. Uh, soms gaan we een bepaald geluid fijn vinden, en in een andere context gaan we dat net niet fijn vinden. Uh, en die betekenissen die evolueren ook doorheen uh, de tijd. Uh, een heel mooi boek van een Franse historicus. Uh, is, is het boek van Alain Corbin, waarin hij die veranderende betekenissen die we toekennen aan klokkengelui uh, heeft gereconstrueerd? En dat is iets ja, heel, uh, heel prachtigs om te zien. Te tijden van de middeleeuwen, klokkengelui, dat was hetgene wat betekenis gaf aan iemands leven op een positieve manier. Je wist wanneer dat je moest opstaan, wanneer dat je moest naar de mis gaan, uh, wanneer dat je mocht gaan eten over de middag. Vandaag de dag. Als we klokkengeluid horen, dan denk je: ah, ik kan niet meer uitslapen, want die klokken zijn alweer aan het luiden in de buurt van, de, van mijn kot of van mijn huis. Dus daar is iets ja, uh, duidelijk uh, veranderd in de wijze waarop wij betekenis geven aan, aan klokkengeluiden. Uh, en ja, de basis, uh, het basistheoretische kader van waaruit dat wij dan op die kritische manier gaan kijken naar geluiden en stiltes, die ontlenen we aan een Canadese. Componist, dat is Murray uh, Schaefer. Ik ga toch uh, echt moeten doordoen. Uh, uh, dat was een Canadese componist uh, en die heeft dus het woord soundscape uh, ontwikkeld uh, in samenwerking met de vele studenten waarmee hij uh, op akoestische, experimentele uh, wandelingen ging uh, in, in Canadese steden zoals Vancouver. Uh, en hij had dus uh, ja, een, een, een bepaald idee over de geschiedenis um, uh, van, van stilte en geluid... dat ik zou willen benoemen als, als romantisch. En ik ga eventjes één slide overslaan. Uh, omdat dit wel echt belangrijk is. Uh, dus die Schaefer die reconstrueerde de geschiedenis van de wereld... Uh, van, van het geluid in de wereld... op een, wat ik zou willen noemen, romantische manier. Uh, je hoort dat vaak ook soms als je met oudere mensen praat. Vroeger was alles beter en nu... Is alles om zeep. En in zekere zin had deze academicus, deze auteur, een beetje hetzelfde idee met betrekking tot geluid. Vroeger had je nog hè, plekken waar dat je stilte had. Vroeger waren er nog plekken waar dat je stilte aan de lijve kon aanvaren. Vandaag de dag, door de industrialisering, de kapitalisering van onze maatschappij, is dat eigenlijk niet meer mogelijk. We leven in een omgeving die enorm bepaald wordt door allerlei lawaaierige contexten. Uh, denk aan drilboren van uh, constructiewerken, denk aan uh, opstijgende vliegtuigen en noem ze maar op. Uh, dus ja, u hoort het al een beetje in de wijze waarop dat ik uh, zijn werk karakteriseer. Ja, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat we als historisch-pedagogen moeten streven naar een genuanceerde uh, kijk uh, op uh, de geschiedenis van uh, opvoeding en onderwijs in het algemeen, maar zeker op de geschiedenis van uh, uh, geluid en stilte in het bijzonder. Uh, en dus, ja, ik, ik um, oriënteer me meer uh, naar de auteurs die hier op het, uh, uh, aan de onderkant van de slide staan weergegeven. Uh, mensen zoals David Handy, uh, prachtig boek, uh, Noise A Human History. Uh, of uh, James Johnson, uh, Listening in Paris, uh, waarbij dat die auteur eigenlijk aangeeft dat, en um, uh, dat is echt wel een boeiende geschiedenis, uh, het theaterpubliek is niet altijd stil geweest. Als wij naar het theater gaan, dan zijn wij stil. Hè? Je gaat niet beginnen roepen overwegen uh, het stuk. Maar dus voor afgaand aan de Franse Revolutie was dat wel zo. Als je stil was voor de Franse Revolutie in een theater, ja, dan was er iets mis, maar dan deed je niet mee aan het stuk. Uh, en het was eigenlijk de Franse Revolutie met de afschaffing van privileges uh, en de komst van de meritocratie, uh, die, um, die maakte volgens James Johnson dat het theaterpubliek. In Frankrijk en dan later algemeen stil geworden is. En zijn idee was eh, dat mensen begonnen op te letten met wat ze zeiden. Omdat bepaalde uitspraken een impact konden hadden op je cliënteel. Eh, als je als bakker of slager naar het theater ging en dan riep je van alles en mensen waren het niet mee eens, ja, dan gingen ze je daarop afrekenen en niet meer naar je slagerij of naar je bakkerij komen. Dat is het idee dat hij uh, voorstelt in, in dat boek. Ja, dus opnieuw, wat ja, je. Um, hoor. Is dat een Is dat puur je evidentie dat dat inderdaad.? Nee, nee. Absoluut. Ja, 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 het is zeker niet puur speculatief. Dus hij baseert zich op een aantal uh, theateressenties die verschijnen in de kranten. En waar dat je effectief uh, kan, uh, kan lezen uh, dat mensen die nog steeds spreken in het publiek. Dat die in het Engels uh, wordt dat dan blabbermouth uh, wordt ge genoemd. En dat ze zeiden van. Ja, maar wees nu toch in stil. Dit past niet meer in onze context. En men linkt dat dan inderdaad aan die uh, merit meritocratie. De vijf mensen die eerst denken, die hadden het maken met planten. Ja. ja. Wel, dus voorafgaand aan de Franse revolutie was je status in de Franse samenleving, die lag vast. Uh, dus wat u ook deed, dat bleef eigenlijk hetzelfde. Terwijl na de Franse revolutie kon u hè, op die sociale ladder gaan stijgen of dalen, afhankelijk van wat dat je deed of niet deed. En dat hè, is voor die James Johnson een van de redenen geweest voor hè, die opkomst of het ontstaan van het, van het stille publiek. We houden deze auteurs ook tot uh, doven. Tot doven mensen. Uh, deze auteurs niet, want er is natuurlijk wel heel veel literatuur. Ja, ik heb een artikel van je gelezen van die dit boek. Ja. Ja, er, er is heel wat literatuur die ook uh, uh, inzoomt op die specifieke periode en die aangeeft dat ja, het einde van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw, ja, gelinkt kan worden aan een ja, soort angst die ontstond hè, ten aanzien van de stille taal van dove mensen. En, en uh, waarbij men zei van, ja, de gebarentaal, die moeten we, uh, daar moeten we vanaf en we moeten dove mensen leren spreken, want het geluid waar wij ons goed bij voelen, het geluid dat mensen mogelijk maakt om op een gemakkelijke manier met elkaar te communiceren en bij te dragen aan de productie van allerlei dingen, ja, dat is de orale uh, spraak. En in 1882 is er dan een conferentie geweest waarin dat effectief beslist is geworden eh, dat de gebarentaal niet meer mocht gebruikt worden eh, in, uh, in, in, in Europese uh, doveninstituten, maar eigenlijk ook wereldwijd. Ja. Dus ja, een heel interessante literatuur. David Handy bijvoorbeeld, een prachtig boek, een stuk over uh, kolonialisme, waarin hij effectief aantoont dat het kolonialisme ook stoelde op een specifieke kijk op het geluid, maar verwees naar de wilde geluiden van uh, de lokale bevolking in, uh, in ons geval, Belgisch-Congo, in jullie geval Indonesië en de andere uh, kolonies uh, die Nederland uh, uh, heeft gekend. Lang verhaal. Ik kom een beetje tot uh, mijn tweede deel. Uh, opvoeding en onderwijs, ja, is dat, dat staat bol van geluiden. Hè? Je komt de school binnen, je gaat naar een jeugdbeweging, hè, je jeugdbeweging, je klopt aan bij een residentiële voorziening voor... Kinderen met gedragsproblemen, ja, daar word je oversteld hè, door geluiden of word je geconfronteerd met, met hele intrigerende stiltes. Hè. En dus vanuit die alomtegenwoordigheid van stiltes en geluiden ben ik eigenlijk gaan nadenken: van ja, kunnen we daar ook geen geschiedenis hè, van schrijven zoals hè, dat die andere mensen doen, hè, die andere historici doen. En dus twee voorbeelden: uh, de stiltestoel, uh, een praktijk uh, die op zijn minst in één Vlaamse school. Uh, gekend is, hè, waarbij dat kinderen die te luid zijn gevraagd worden om 30 seconden, een minuut, afhankelijk van het geluid dat ze produceren, eventjes op die stoel te gaan zitten, en zodanig dat ze uh, de ruimte terugbrengen naar een acceptabel uh, geluidsniveau en dat het gedrag ook opnieuw uh, gedisciplineerd uh, kan worden. Links, ja, dat is het meest iconische geluid, denk ik, van uh, opvoeding en onderwijs, de schoolbel. Dit is al een mechanische versie, maar je had natuurlijk ook de handmatige bellen die werden gerinkeld in de, in de middeleeuwen. En heel interessant, ik denk aan het begin van de 21ste eeuw zijn er verschillende scholen geweest die gezegd hebben: ...nou, wij willen die schoolbaan niet meer. We willen evolueren naar wat ze dan noemden: stille school, omdat wij op die manier meer recht wilden doen. Uh, aan, de, aan de agency van kinderen en dus los wilde komen van het school als disciplinair instituut. Uh, het school, de school moest de plek worden waar de kinderen worden bevrijd. En volgens, uh, op zijn minst één Antwerpse school, uh, maar ook in Nederland heb je voorbeelden, uh, was een goede manier om dat te doen, uh, het afschaffen van de schoolbaan. Ik, thuis, ik, heb, de, sorry, schoolbaan ook dus ik heb dat nog nooit wel gehoord, voor mij is het niet mijn vroegere religie ook. Als de school begon. Ja. Ja. Ik heb nog nooit bij het ophalen. Ik heb nooit bij stilgestaan, maar hey, dat was bij mijn school ook ja. al. Ja. En dus wat je krijgt is een enorme responsabilisering van de kinderen. En in, in die ene specifieke school die ik dan wel ken, uh, ging men overal klokken uh, en, en horloges, zodanig dat de kinderen zelf, want dat was dan het idee, uh, de kinderen moesten zelf de klok in het oog houden. Dat betekende niet. Dat je een half uur of een uur te laat mocht komen. Nee, het waren de kinderen die plots de verantwoordelijkheid in handen kregen om op tijd hè, te zijn. En wat wel werd afgeschaft, is het, is het wachten in de rij tot de leerkrachten u kwam halen en om samen in stilte hè, naar die klas te stappen. Misschien dat we daar straks nog eventjes op, op kunnen doorgaan. Maar dus ik heb een aantal interviews gedaan met lagere schoolkinderen, waarin ik hen gevraagd heb, hè, wat, wat vinden jullie nu van stilte? Is het stil in de klas? En heel opmerkelijk, hè. Uh, bij de school waar ik dan uh, ter raden ging, geen, geen stilte te vinden. Hè. Uh, de klas was uh, en, en is nog altijd een luide omgeving. En dat merk je ook, heel specifiek, aan het feit dat op banken hè, meer en meer van die hoofdtelefoons komen te liggen. Hè, noise cancelling hoofdtelefoons. Uh, waarbij dat kinderen die nood hebben aan een wat stillere omgeving, die die uh, hoofdtelefoons kunnen nemen en opzetten. Dat zijn allemaal super interessante praktijken, die een heel ja, tastbare indruk nalaten bij kinderen, denk ik. Uh, en die absoluut te maken hebben met uh, de geluiden en de stilte uh, die gehoord kunnen worden. Uh, dus ja, vanuit die alomtegenwoordigheid van stilte en geluid ben ik geïnteresseerd beginnen geraken in die thematiek. Maar de, de, de eigenlijke aanleiding was, was een heel concreet iets en dat was een brief dat ik in de boekentas vond van mijn tweejarige dochter toen der tijd, waarin dat de directeur en de leerkrachten aangaven dat onze dochter Stien geselecteerd was voor een socio-emotioneel project. Dat werd genaamd Het Toverbos, ontwikkeld door een Vlaamse psychiater, nogal bekende man, Peter Adriaansens. En de idee was... Uh, er lijkt iets niet helemaal juist te zijn met de socio-emotionele ontwikkeling van je dochter. Uh, in casu ging het dan dat zij uh, nogal stilletjes was, uh, wat verlegen, en dus in hun ogen problematisch en er moest iets aan gedaan worden. En daar werden de rollen gespeeld en moest zij zich inbeelden dat ze een leeuw was uh, en moest ze heel veel lawaai beginnen uh, maken. Zodanig dat ze na verloop van tijd zich zo zou identificeren met die leeuw en met die andere luidruchtige dieren, dat dus haar. Meer introverte karakter veranderd zou worden naar een extravert karakter. Op zich geen probleem. Het is fijn dat leerkrachten en directeurs uh, bezig zijn met uw kind, maar wat wel een probleem was. Ja. Ook voor de anderen. Ja. Het waren eigenlijk de twee polen. Hè? Je had eigenlijk de veel te extraverte. Ja. Uh, <laughs> <die, laughs> ik weet niet meer precies welke. Welk dier dat zij moesten spelen, waren eerder ja, ingetogen dier. Uh, omdat de doelstellingen natuurlijk anders waren. Maar in die brief, helemaal op het einde, uh, ik heb het hier opgenomen, uh, staat daar dan van ja, wij hopen van u als ouder dat je dus toestemt met het feit dat je kind deelneemt aan het project. Uh. We hope for a positive development for all preschoolers. In this way, they can be resilient and alive and develop empathy. En dan dat was hetgene dat mij eigenlijk heel kwaad deed worden. Contributing to a warm society benefits to all of us. En dan dacht ik, nee, dit is, dit is echt niet meer oké. Okay. Want de boodschap die hier gegeven wordt, is... Verlegen mensen, mensen die niet haantje de voorste zijn... Ja, die kunnen niet onmogelijk bijdragen tot een positieve maatschappij. Een, een, een maatschappij die... Die, uh, um, die voor iedereen goed is. Ja, en dit uh, heeft voor mij de aanleiding gegeven om op zoek te gaan uh, ook naar de geschiedenis van verlegen kinderen. Kinderen die uh, uh, geïdentificeerd worden uh, met, met stille kinderen, en dus met stilte. En van daaruit is dit boek uh, voortgevloeid, uh, Stilte in de klas. En het bestaat uit vier uh, hoofdstukken. Het uh, eerste hoofdstuk gaat over de opkomst van de stille klas. Uh, want ja, onze klassen, onze scholen zijn niet altijd stil geweest. Wij denken dat en we halen dat ook heel vaak aan vanuit de conservatieve idee van het moet stil zijn in de klas, want dat is hetgene wat goed onderwijs nodig heeft. Maar dat is niet zo. Die stille klas is een heel specifieke historische evolutie geweest, die zich in de 17e en de 18e eeuw heeft doorgezet. Voor de 17e eeuw waren klassen heel luidruchtig. Uh, omgeving. Uh, en dat is uh, zeker niet iets wat ik heb uitgevonden. Uh, maar mensen zoals Philippe Ariès, die hebben er ook al op gewezen. Ja, we hadden ook nog niet die opsplitsing van klassen en leeftijdsgroepen die doorschoven van het ene jaar naar het andere. Dat was een heel chaotische gelegenheid, uh, waarbij de leerkrachten vaak lagen te slapen achteraan in de klas. Uh, kinderen met dieren aan het spelen waren. Ik heb nu geen afbeeldingen mee, maar, maar ja, de schilderijen die dorpsschootjes afbeelden in de 16e, de 17e eeuw, die tonen echt hè, dat dat heel luide omgevingen waren. Ik, dat ik heb de afbeeldingen daar, maar me... hoe betrouwbaar zijn die zeg maar? Dus kunnen we die programma representatie wat er, maar de gemiddelde gaan zien of zijn het ook een beetje ja, die Oh, ik denk dat er toch wel evidentie is om te stellen dat uh, in de 15e, 16e eeuw uh, de geluidsomgeving van een klas zeker niet stil was. Uh, dus dat er echt wel luid was. Want we vinden dat terug in die afbeeldingen, in tekeningen. Maar we vinden dat ook terug in beschrijvingen uh, van uh, klassen en scholen. Uh, bijvoorbeeld uh, de teksten van Erasmus, die, die haal ik ook aan in het boek. En uh, dan beschrijft hij hoe hij langs een school loopt en hij zegt: ja, eigenlijk mogen we dat geen school noemen. Dat is een folterkamer. Want ik hoor allerlei kreten opstijgen uit die gebouwen, die mij doet denken aan het feit dat die kinderen gefolterd worden, eerder dan onderwezen. Opnieuw kun je daar vragen bij stellen. En, en uh, Erasmus was een, was een uh, schrijver een literator, dus hij had dat wel wat uitvergroot hebben. Maar toch zit daar absoluut een, een, een bron van waarheid uh, in. En ja, als je daar dan aan toevoegt, hè, teksten zoals bijvoorbeeld van Jean-Baptiste Lassalle, hè, Franse pedagoog, die aan het einde van de 17e eeuw een boek publiceert, uh, uh, Conduite des Écoles Chrétiennes. Maar Als je dat boek leest, dan gaat het alleen maar over stilte. Je ziet daar geen chaos meer. Alles is gestructureerd, geregeld. Ja, het is ook een boek dat Michel Foucault in zijn, in zijn werk, uh, De Geboorte van de Gevangenis, uh, uitgebreid heeft besproken. Maar ja, ik heb het al twee jaar geleden echt uh, gelezen. Op elk blad wordt vermeld dat het stil moest zijn. Niet alleen in de klas, maar die kinderen die moesten ook al stil zijn op de weg van huis naar de school. Uh, dus die werden met een soort van monitors, uh, die keken van: ja, is er niet te veel gebabbeld geworden op die weg van school uh, naar school? En als dat zo was, ja, dan werden die mensen uh, verklikt uh, bij, bij de directeur. Uh, goed. De belangrijkste argumentatie die ik ontwikkel in mijn boek is, is, is de volgende: kort, want ik wil zeker nog iets zeggen over Montessori. Eén: stilte is naar mijn aanvoelen enorm gepedagogiseerd geweest vanaf de jaren 1600, zeker en vast. En dat ruist in tegen opvattingen van andere auteurs, bijvoorbeeld die Alain Corbin, heeft een belangrijk boek geschreven over de geschiedenis van de stilte. En daarin schrijft hij: heel bizar, voor zo'n. Ja, uh, uh, Goed en bekwaam historicus, wij zijn verleerd om stil te zijn in de 20e eeuw. Onbegrijpelijk dat zo'n goede historicus dat zegt, want als je een handboek, om, uh, opvoeding of onderwijs, open doet, daar staat daar altijd iets in over stilte. Dus stilte is iets wat aan mensen moesten leren en nu nog altijd. Ja, dus het is niet enkel iets dat natuurlijk is, uh, dat achistorisch is, universeel. Nee, die stilte. Die moeten we onder de knie krijgen. En dan moeten we ook hè, ons uh, gaan oefenen in het stil zijn. in bepaalde contexten. en het net niet stil zijn in andere contexten. Ja, dus de pedagogisering van stilte, denk ik. Is, is, uh, staat sta buiten kijf. Zeker ook in de 20e eeuw. En belangrijk, en dat is dan de, de kritische noot. die ik er graag aan toevoeg. Als je kijkt naar hoe wij vandaag de dag in de scholen. Gaan nadenken over stilte en stiltepraktijken, gaan inbedden in het onderwijs, ja, dan zit daar voor mij echt een soort van neoliberale ja, kantje aan. Waarbij dat we niet zozeer streven naar een verstilling of een vertraging van de maatschappij in het algemeen, maar waarbij wij kinderen in staat willen stellen om eventjes een time-out te hebben en dan terug mee te kunnen lopen hè, in de soort van rat race die onze maatschappij geworden is. Dat is. Heel karikaturaal gezegd, de basisidee of de basisideeën van het boek. We moeten stilte leren. En Waarom? Omdat wij op die manier bijdragen aan het in stand houden tot een bepaalde uh, maatschappijvorm. Eén waar dat ik niet mee eens ben, en waar dat ik hoop om ergens een steentje te kunnen bijdragen aan een veranderingsproces, ook in de specifieke manier waarop we kijken naar stilte. Uh, die, die is zeker niet uh, heel vooral gemeend. Hè? Uh, er zijn ook nog andere stiltepraktijken die daartegen indruisen. Maar als je nadenkt over waarom we mindfulnesslessen mindfulness introduceren in het onderwijs, of denk aan de stiltehuisjes hier in Nederland, ja, dat zijn manieren waarop dat de batterijen eventjes kunnen worden opgeladen om ze daarna terug uh, uh, volop te kunnen gebruiken. En dat is iets, uh, die idee... Dat is iets dat al ontstaan is aan het begin van de 20ste eeuw en dat beargumenteer ik ook in mijn boek. Uh, tussen de lijnen door uh, toon ik aan dat het werk van Maria Montessori eigenlijk gestoeld is op die idee. Uh, Maria Montessori, uh, progressieve pedagogen, reformpedagogen, net zoals u uh, ziet zich hier opgeleist, uh, mensen als Célestin Frenet, John Dewey, Ferriere, uh, België, Vlaanderen, Ovide de Crowley. Ja, waarbij dat zij gaan zeggen, ja, het traditionele 19e-eeuwse onderwijs, daar moeten we vanaf. Ja, want wij gaan in de richting van een nieuwe maatschappij. Een maatschappij waar het niet langer ja, voldoende is om gewoon de regeltjes te kunnen volgen op een heel gehoorzame manier. Maar je moet zelf ja, een persoonlijkheid hebben. En je moet die persoonlijkheid ook inzetten om bij te dragen aan de productiviteit van een maatschappij. De activiteit van de mens die werd centraal gesteld. En dus om dat te realiseren had je nieuwe onderwijsmethodes nodig. En Maria Montessori is, denk ik, het mooiste voorbeeld dat we kunnen geven, maar ook in Vlaanderen. Je ziet het hier: École pour la vie par la vie, de school voor het leven en door het leven, waar men mee wilde aantonen dat eigenlijk de, 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 de muren tussen de samenleving en de school die moesten worden kapot gemaakt. De wereld moest binnengebracht worden in de school. En de school moest binnengebracht worden in, in de wereld. En dat zie je hier, denk ik, heel duidelijk op traditionele afbeelding van Montessori-onderwijs. Kinderen zijn actief bezig. Zij zitten niet meer godgansse dagen, wat wel het geval was in de 19e eeuw en, 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 en de 18e eeuw, te luisteren naar een leerkracht die iets aan hen wil bijdragen. Ja, er is een actieve exploratie ja, van de kennis ja, die men uh, aan de kinderen wil, wil doorgeven. Zijn jullie vertrouwd met het werk van Montessori? Ja. Hm. N -n -n, niet zo? Ja, oké. Okay. Uh, maar het belangrijkste, denk ik, dat, dat, dat kent u wellicht wel. De, de, de focus op het bevrijden van het kind. Ja, het feit dat ze zei. Zijn... Onderwijs moet niet direct beginnen met abstracte kennis. Je moet starten bij het inoefenen en het ontwikkelen van, van de spieren. En dan, heel belangrijk, van, van je zintuigelijk apparaat. Dus dat Montessori-boek, Montessori-methode, bestaat uit verschillende hoofdstukken die elk oefeningen presenteren voor één specifiek zintuig. Het horen, het, het zien, het voelen... Deze zaken moest je eerst tot ontwikkeling brengen, vooraleer dat je als kind hè, in staat was hè, om op een abstracte manier hè, te beginnen denken. En dat zien we nu ook nog altijd in de kleuterscholen. Hè. De bakjes met zand, water, takjes, schors waar dat kinderen met blote voeten doorlopen, dat is een soort erfenis van, van Marianne de Soor. En vroeger dan ook nog natuurlijk Jean-Jacques Rousseau. In september vorig jaar had ik de kans om het, eerste, het allereerste Montessori-schootje uh, te bezoeken in Rome. Ik raad het jullie allemaal aan. Uh, en dus daar staat op, die, uh, op de muur uh, die bekende slogan: Leer mij hetzelfde te doen. Uh, Aiutami, a fare da solo. Uh, prachtig historisch uh, gevoel dat ik daar kreeg. Uh, Montessori liep daar ooit ook nog rond. Maar daar staat ook nog uh, een oude kachel en daarop een lamp. En ik was daardoor geïntrigeerd en ik vroeg aan die leerkracht, ja, die lamp, wat doet je daarmee? En dat is dus hè, de lamp die ze gebruiken om vandaag de dag, want het functioneert nog het schoolje, stilteoefeningen te doen met de kinderen. En die stilteoefeningen die werden ook al beschreven door Montessori hè, in, haar, in haar eigen boek. En er zijn ook afbeeldingen van. En er zijn drie verschillende versies. Hè, uh, Drie verschillende stilteoefeningen. In één ervan bijvoorbeeld uh, vertelt Montessori dat zij op straat uh, een, een Roomse vrouw ziet placeren met een baby, ingebakerde baby, in haar hand. En zij doet het raam open en vraagt aan de vrouw eh, mag ik eventjes je baby lenen? En toen de tijd kon dat nog zonder problemen. Je moest ook nog een uh, informed consent uh, invullen of zo. Dus die baby die verandert van plek. En dan houdt ze die baby voor de kleuters en zegt ze... Ja, kunnen jullie je zo stil hè, gedragen als deze baby? Kunnen jullie zo stil ademen? Kunnen jullie je beentjes zo stil houden? En die kinderen, hè, die proberen dat. En heel belangrijk voor Montessori was dat zij hier afstand nam... van een disciplinaire, een strikt disciplinaire stilte... En waarbij dat de leerkracht... Uh, op een autoritaire manier gaat zeggen: Shh, Jullie moeten nu stil zijn. Uh, voor Maria Montessori moest die stilte vanuit de kinderen zelf komen. En om dat te realiseren maakten zij daar een soort van spelvorm van. Uh, dit was één voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld uh, was, uh, uh, had, had de volgende structuur: uh, De kinderen die werden gevraagd uh, om de hoofden op de banken te leggen. Ogen te sluiten en Maria Montessori sloop naar een naburige na, ruimte en vanuit de deuropening riep zij dan de kinderen één voor één bij naam. En als die kinderen hun naam hoorden, mochten ze de ogen openen, mochten ze recht staan en hè, op hun tenen, zonder lawaai te maken, hè, naar Maria Montessori te stappen. Ik denk dat dat ook ja, eigenlijk heel mooi illustreert waarom Maria Montessori die stilteoefeningen zo belangrijk vond. Die stilteoefeningen, zij zei zij, zijn een, een, een aangewezen manier om kinderen meester te laten worden over hun ledematen en hun lichaam. En dat is iets wat zij later, als ze in het werkveld gaan terechtkomen, nodig zullen hebben. Zij moeten later zo kunnen bewegen, zich zo kunnen gedragen dat zij andere mensen niet storen bij hun werkzaamheden. Want dat is binnen hè, de nieuwe maatschappelijke structuur waar dat we naartoe aan het streven zijn, iets wat dan niet meer gaat toegelaten worden. Iedereen moet op zijn manier kunnen bijdragen aan die productiviteit van de maatschappij, zonder hè, dat hè, de, de vrijheid van anderen in het gedrang komt. En dus, ja, naar mijn aanvoelen, vindt Montessori aan het begin van die. Uh, 20ste eeuw, de stilte opnieuw uit. Ze dus doet dat natuurlijk niet alleen, uh, maar ook met vele anderen. Uh, maar hier krijg je het echt in een hele mooie uh, ja, wijze geïllustreerd. Ja, ja, absoluut. Uh, die lamp was het teken, uh, dat we vandaag ook nog uh, altijd gebruikt, uh, dat men het stil moet maken. Uh, dus er is geen groep autoritaire. Uh, oproep meer omdat om, om kinderen stil moeten zijn, maar zij worden ergens geappelleerd door de omgeving om het stil te maken. Uh, en uh, nu doet men dat met die, met die lamp. Toen der tijd, in, in, in uh, de tijd van Montessori, deed ze dat met het woord silenzio op het bord. Als zij silenzio op het bord schreef, uh, werd er verwacht dat kinderen het stil maakten. we gaan moeten uh, afronden, hè. maar ik denk dat ik er bijna wel bijna ben. Ik hoop dat het duidelijk is geworden één dat stilte niet enkel gerepresenteerd kan worden door decibels. Er is heel veel betekenis die we kunnen afleiden uit de wijze waarop dat stilte in de praktijk wordt gebracht. En twee voor mij de wijze waarop die geschiedenis van stilte zich heeft gemanifesteerd, daar zie je ook dan na verloop van tijd die neoliberalisering van stilte erin sluit. Bij Maria Montessori bijvoorbeeld, ja, heeft stilte heel duidelijk de idee dat het moet bijdragen aan de constructie van de juiste mensen die de maatschappij draaiende kunnen houden. Zij wil niet dat die stilte de samenleving doet stokken. Nee, zij wil eraan bijdragen aan die nieuwe vorm die zich aandient. En die inzet op activiteit, snelheid, communicatie hè, en, en, en mobiliteit. Om dat te realiseren, moeten mensen ja, beschikken over een lichaam dat ze kunnen gebruiken. En die stilteoefeningen die dragen daartoe bij. Zij zorgen ervoor dat kinderen hun gehoor op de juiste manier kunnen gebruiken, maar ook hun ledematen op de juiste manier kunnen inzetten, zonder anderen uit te storen. Dat zijn de boodschappen die ik in mijn boek, maar eigenlijk ook in de tentoonstelling uh, die, we, die we hebben ingericht in Leuven uh, vorig jaar, uh, probeer te verspreiden. En hier hebben we uh, geprobeerd om, om die abstracte ideeën te vertalen uh, naar een publiek uh, van de lagere school, de basisschool, denk ik, uh, noemen jullie die. Uh, dus voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Uh, en wat hadden we gedaan? In een grote kapel in Leuven, een groen, hoogpolig tapijt gelegd. En we hadden een grote dobbelsteen gemaakt. En de kanten van die dobbelsteen, daar stonden telkens dieren op. En die dieren kon je terugvinden in de reusachtige afbeelding die we op grote platen hadden geplaatst in, uh, in de ruimte. En als ze met de klas toekwamen, stonden ze rond het tapijt, mochten ze gooien. En het diertje dat bovenaan kwam te liggen, dat was het stuk van de tentoonstelling dat ze als eerste dienden te bekijken. En daar werd hen ook gevraagd om een specifieke activiteit uit uh, te voeren die hen wat uh, gevoelig maakte voor het thema. Nou, bijvoorbeeld, we werkten wel met decibelmeters en ze moesten een keer zo luid mogelijk uh, roepen. Uh, we hadden een, uh, een tafel uh, waar luchtvoetbal kon gespeeld worden. En dat was iets dat ook in de doveninstellingen uh, in de 19e eeuw gebruikt werd. Uh, om te leren spreken moet je je. Adem goed kunnen controleren. En om dat in te oefenen bij dove mensen had men een tafel gemaakt, die leek op een voetbalplein. En daar moesten ze met hun adem een balletje van de ene kant naar de andere kant blazen. En zo snel mogelijk een, een, een doelpunt maken. Uh, dat hebben we gedaan om het, om het wat te verspreiden. En daar heb ik ook nog verschillende opiniestukken erover geschreven in Vlaamse kranten. Maar ik denk dat ik het misschien beter hierbij hou. Hè? Sorry. Ik hoop dat mijn doelstelling aan het begin een beetje gelukt is, dat jullie ietsje meer weten over de geschiedenis van stilte. Super, so. yeah. well, ja. Ik, ik herken me daar enormen, maar als je de... de... Publicaties leest van de reformpedagogen aan het begin van de 20e eeuw, dan te argumenteren die eigenlijk net het omgekeerde. He, iemand als John Dewey die gaat zeggen: ja, ook die moeilijke dingen, die moet je eigenlijk niet alleen doen, maar die moet je in dialoog doen met anderen. He, je moet samen gaan werken om een bepaalde oplossing te vinden voor een bepaald probleem. En dan kan projectonderwijs. En dan is het heel logisch dat het niet stil is. Dus ik denk dat uw opmerking en uw vraag ook wel mee ingegeven zijn door het feit dat u en ik ook zo zijn opgevoed. Ja. Dat we dat ergens meenemen. Uh... Klopt, ja, klopt. Ja, ja. En dat toont ook alleen maar aan, denk ik, dat uh, die specifieke versies van stilte, dat we die niet veel te veralgemeend kunnen, kunnen gaan toepassen op de maatschappij. Die reformpedagogische heruitvinding van stilte, Montessori heeft die gelanceerd, maar daar is wel heel wat weerstand tegen geweest. Hè? En als je kijkt naar de katholieke scholen, instellingen, ja, daar bleef het wel stil. Hè? Daar bleef het stil in de loop van de 20e eeuw en moest men daar heel weinig van weten. Ja, dus mijn, mijn overzicht heeft zeker niet als doel om een soort van ja, finaal beeld te geven van... De wijze waarop dat stilte geëvolueerd is, moeten veel nuances in aanbrengen. Maar er zijn een aantal evoluties die we kunnen aanspitsen, waar wij nu nog altijd erfgenamen van zijn. Uh, en ik denk die clash uh, tussen die verschillende stiltes die ontstaan uh, aan rond 1900. Want je hebt heel de religieuze stilte-traditie, daar hebben we nu niet veel over gesproken. Uh, maar die wordt dan eigenlijk. Uh, aangevuld met uh, de reformpedagogische traditie en die twee die, die blijven naast elkaar bestaan en die komen heel vaak in conflict met elkaar uh.